Kerkstede. Ik hoorde net even Peter R. de Vries voorbij komen en die zei het is een uit de hand gelopen grap. En het sloeg natuurlijk over de foute opmerkingen die Bilal Wahib heeft gemaakt. Acteur in Mokro Mafia van de week. Hoe heb je daarna gekeken? Nou, ik schrok er wel heel erg van, want ik ken Bilal als een hele enthousiaste collega acteur. En dit is natuurlijk ontzettend stomme, domme actie. Om een jongetje van 12 te vragen om zichzelf te laten zien. Ja, maar volgens mij moeten we dat ook in media. Dat jongetje wilde ook geen aandacht meer. Nee. In ieder geval niet. Dus je moet het ook niet de hele tijd herhalen. En ik vind dat via de media dan iemand helemaal afmaken, vind ik ook. Het gaat te ver, vind jij. Je vindt het een uit de hand, zoals Peter R. de Vries zegt, een uit de hand gelopen grap. Dat is wat je bedoelt. Nou, ik vind het een hele slechte grap. Maar, maar het is in ieder geval heel erg uit de hand gelopen. Ja. En je moet eigenlijk de discussie natuurlijk voeren over hoe je dat voorkomt. Hoe je kinderen leert omgaan met ook de gevaren van social media. Hoe zou je dat moeten doen dan? Ja, misschien kan Bilal daar nu een mooie functie in hebben. Maar dat kan dat toch? Want ik bedoel, je ziet dat hij wordt niet overal nu gedist. Hè? Dus de platenmaatschappijen, ja, programma's worden gecanceld. Instagram mag hier nooit meer op. Dus dat krijgt wordt heel lastig. Ja. Ja, hij is denk ik wel. Ja, hij is. Ja. Ja. Voorlopig heeft u het even niet zo druk, waarschijnlijk. Dat is dat is zeker. Ja. Ja. Hoe kijk jij er als oude man? Nou, dat is een hele goeie. Geschokt, ik kan niet anders zeggen. Maar omdat ik het hele verhaal over. Hier weten we precies om wie het gaat, wie het heeft gedaan en hoe het tot stand is gekomen. Maar je leest en hoort voortdurend over die verhalen van mensen, vooral vrouwen en vooral jonge vrouwen die enorm in moeilijkheden komen. Sexting. Omdat beelden die ooit van ze zijn gemaakt gaan zweven over het internet. Je hebt het zelf meegemaakt al als ik ergens ooit met een auditie, toch? Nee, dat is een hele milde vorm daarvan. Dat is echt iets anders. Maar het is gewoon. Je moet mensen bewust maken van het feit dat ze en een voorbeeldfunctie hebben, zoals Bilal. Maar ook van inderdaad dat het altijd daarop blijft staan. Ik denk dat je ook de jongeren of de mensen die daar. Die zich daardoor aangesproken voelen of die dat misschien zouden willen doen. Misschien een beetje beter moet uitleggen dat het net zo'n situatie is als het verkeer op de rijweg. Je leert kinderen ook dat je niet zomaar over moet steken. En misschien moet je kinderen ook wel leren om als iemand zegt, maak even een plaatje van me of doe we of zo. Ja. Je kunt dat mechanisme aanleren, gewoon als onderdeel van de opvoeding. Nou ja, het is wel iets. Mijn kinderen zijn 8 en 11. Ja. Daar praat ik wel met ze over. Heb je gehoord? Dus ze krijgen het allemaal mee natuurlijk ook. En dan probeer je ook mee te praten. Hou je wel rekening mee. Ga er zelf nooit in mee enzovoort. Maar ja, de jongen is natuurlijk een held voor zo'n jochie. Die gaat er dan toch in mee. Ja. En dan gaan ze over geld praten enzovoort. Dat is natuurlijk helemaal niet toe voor. Dit was heel navrant. Ja. 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 Maar het is wel zo dat ik denk niet dat Bilal een kwade genius is die kinderporno wil maken. Snap je? Dat geloof ik ook niet. Het is een grapman maken vervolgens van iemand. Ja. Wat is er nou zo grappig aan? Er is helemaal niks grappig aan. Trek je broekjes uit. Wat is daar nou grappig aan? Er worden natuurlijk wel meer foute grappen gemaakt. Ja. Die ook over de rug van mensen heen gaan. Hoe komen we nou bij die vakantie?